Goedenavond, Welkom terug bij Z2D, de Nederlandse telecommarkt, die gaat flink opgeschud worden de komende jaren. T-Mobile staat te koop, Tele2 wil kaart, de strijd aangaan met grootmachten als KPN en Vodafone. Marijn Dogge, jij volgt die markt al lang voor ons. Ik, ik kan een telecom kopen, begrijp ik? Ja, je kan gewoon makkelijk een telecom kopen. Wie eh, wilde er vanaf? Uh, Deutsche Telekom wil van T-Mobile af. En dat willen ze eigenlijk al jaren. Want uh, T-Mobile uh, is voor Deutsche Telekom een hele kleine speler. 2,5 procent van hun totale omzet is het eigenlijk. En uh, ze kunnen er makkelijk vanaf. Ze verdienen niet zoveel aan. Okay. En ze kunnen dat geld, die 5 miljard die het zou moeten opleveren. goed gebruiken om hun netwerken te verbeteren. en om hun schuld af te doen. Oké, okay, neem ik aan. Zo gaat het altijd. Hè? Dat is een bedrijf helemaal oppoetsen voor de verkoop Is dat hier ook gebeurd bij T-Mobile? Ja, daar zijn ze al jaren mee bezig ook. Ze hebben uh, financieel is het uh, huis redelijk op orde. Ze hebben afgeslankt. Ze hebben wat personeel eruit gegooid. Uh, een jaartje of twee geleden. Uh, het netwerk wordt nu geüpdate zodat het een veel beter netwerk is uh, geworden. Of dat wordt het eigenlijk nog in de komende paar maanden is dat. Maar als je kijkt naar, de, naar het klantenbestand van t Mobile, ja, dat ziet er niet zo heel erg rooskleurig uit. Ik heb er wat cijfers over en daar kun je naar kijken. 5 miljoen klanten hadden ze bijna nog in 2012. Nou, en als we dan even snel alles erbij tikken, dan zie je dat ze in vier jaar tijd gewoon een miljoen klanten kwijt zijn. Hoe kan dat? Ja, dat is behoorlijk pijnlijk. Ja. En ik denk dat dat te maken heeft met het netwerk wat T-Mobile had. Dat is gewoon niet zo goed als dat van Vodafone en, K en KPN. Dat blijkt ook uit allerlei testen. En terwijl we in een tijd leven dat iedereen continu verbonden wil zijn, de snelste internetverbinding wil hebben op zijn smartphone. Ja, en dat kan T-Mobile gewoon niet bolwerken. Plus, KPN heeft gewoon een hele goede positie ook met zijn vaste. Netwerk wat het nog heeft dus kan klanten heel vaak een aanbieding doen om toch goedkoop hun mobiel te bellen of allerlei extra's toe te voegen Oké, okay, ze hebben, ze hebben te, te weinig te bieden nog. Goed, ze gaan dus dat netwerk upgraden om verkoop klaar te worden Ja, grote vraag is wie gaat die 5 miljard euro neertellen voor T-Mobile? Ja, dat kunnen een paar, paar partijen zijn. Dan heb je de durfinvesteerders natuurlijk die kunnen kijken van nou wat kunnen we nog meer eruit slopen en kunnen we het dan nog uh, lekker doorverkopen uiteindelijk uh, Dat kan nog een provider zijn die uh, een, een pan europees netwerk wil aanleggen in mobiele telefonie Maar de meeste... Ja, voor, ja vooral is eigenlijk toch wel Ziggo, oftewel het moederbedrijf Liberty Global. Ja, en wat je dan krijgt, is natuurlijk een, een, een speler die en vast en mobiel heeft. Dat heeft KPN ook, en dan krijg je dus weer een hele andere okay. Nederlandse telecommarkt. Ja, en uh, de, de, ja, dat gaat dus inderdaad wel gevolgen hebben ook voor, voor, de, voor de rest van wat wij hier als consumenten ook gaan merken. Dat vertelde Tim Paulus, bijvoorbeeld, onderzoeker bij Telecom Paper. Dat betekent eh, ja, fors sterker concurrentie voor KPN eh, om te beginnen. Het eh, negatieve, negatieve aspect is natuurlijk wel dat anderen, denk aan Vodafone en Tele2, het een stuk lastiger krijgen. Want die zitten toch vooral in de mobiele hoek. Die kunnen die combinatie van vast en mobiel wat minder goed maken. En die dreigen dan een klein beetje vermorzeld te worden. Eh, tussen de concurrentie van KPN en Ziggo. Ja, je, je krijgt dan, als het staat doorgaat, want we filosoferen ja, precies, hier aan tafel natuurlijk we, ja. nog een beetje. Hè? Stel dat, dat Ziggo, want Ziggo is net samengesmolten, natuurlijk UPC en precies. Ziggo. Die hebben al heel veel heel veel, veel kabelaansluitingen. Uh, stel dan dat die T-mobile, een mobiele provider erbij koopt. Dan hebben ze twee hele grote partijen in de markt. Ja, ja. en dat kan, in het begin kan het gunstig zijn. Want dan gaan ze naar elkaar kijken. En hebben ze allebei kunnen ze hetzelfde bieden aan de consument. En dan kunnen ze uh, prijzen uh, gaan, dan uh, gaan ze elkaar onderbieden. En dan hopen ze op een gegeven moment een bepaalde posities te bereiken in de markt. Maar dan valt ze. Zo'n duopolie vaak stil. En dan heb je eigenlijk andere partijen nodig die dat weer openbreken. Dat zouden dus Vodafone en Tele2 kunnen zijn. Ja. Maar ja, die zijn wel afhankelijk van, van KPN in dit geval. Want KPN is de enige die zijn netwerk mag openstellen. Dat is de enige waar Tele2 en Vodafone vaste diensten bij kunnen afnemen. Dus het kan zijn dat die uh, Vodafone en Tele2 uiteindelijk weer gaan eisen dat ook de kabel wordt opengesteld. Nou ja, uh, okay. kortom. Alles kan overal, oké. Okay. Dat, dat Tele2 noem jij al een paar keer hè? dat, dat ja. ja wil de markt bestormen, maar ik merk er niet zo rek veel van. Nee, ik ook niet. <laughs> nee, nou ja, Tele2, we kennen het al heel lang in Nederland. 1997 kwamen ze hier op de markt, bijna 20 jaar. Bijna 20 jaar, precies. Het is eigenlijk bijna een home player, komt uit Zweden. Um, de eerste kennismaking die we met ze hadden, was dat het een, een, een budget-telefoonmaatschappij was. Je moest dan 1602 bellen op je vaste telefoon. Oh ja. Ja, het ja. ja. is lang geleden. En dan ging je een nummer bellen en dan kon je goedkoop bellen via Tele2. Zo kon je KPN een beetje, een beetje links laten liggen en wat goedkoper bellen. Daarna wilden ze, elkaar, wilden ze zichzelf wat serieuzer profileren, ook die zakelijke markt op gaan. Maar ja, nu moeten ze toch echt weer die mobiele markt gaan openbreken. Dat is de taak die ze hebben meegekregen. Mm -hmm. Ze hebben 4G-licenties gehad. Ze zijn een 4G-netwerk aan het bouwen. Maar we merken er inderdaad. Nog niet zo heel veel van. Ik heb een plaatje van hoe, hoe de Nederlandse markt op dit moment is verdeeld en dan zie je toch vooral nog dat KPN uh, met zijn merken Simyo en, uh, en Telfort uh, de dienst uitmaakt. Dan komt Vodafone, uh, T-Mobile natuurlijk en dan heb je echt nog een kleine, nou van ruim 4% Tele 2. Oké, okay, maar die, die, die gaan dus met dat 4G-netwerk wel uh, aan de poort rammelen van die andere. Uh, is het idee? Ja, dat is het idee. En daar zit er eigenlijk al heel lang op te wachten. Want het is al voor mij al twee jaar geleden dat KPN zijn 4G-netwerk af had. Vodafone kwam niet heel veel later, ook met zijn 4G-netwerk. Ja, en tele 2 ik had toch wel verwacht dat ze een jaar geleden toch wel flink op de aandacht hadden. Ze hebben waarschijnlijk heel veel geld betaald voor die licentie. Ze hebben ook? veel geld betaald. Ja, ze hebben iets wat korting gekregen omdat er een vierde speler nodig was. Oh, okay. Vond uh, van het ministerie van uh, Economische Zaken om de concurrentie wat mm -hmm. aan, te, aan te dikken. Um, en ze duurden ja, maar ze hebben gewoon heel lang over om dat netwerk te bouwen. En dat is toch wel jammer, want we hadden verwacht, kom dan wat eerder, want we willen die prijs omlaag hebben. Okay. Tim Paulus even nog een keer. Ik vind het op zich wel wat teleurstellend. Hè. We hebben het over het eerste kwartaal 2016. Dan zit je toch een paar jaar na KPN. Het is, het is wel teleurstellend dat, KPN, dat Tele 2 uh, zoveel tijd nodig heeft. Uh, terwijl het toch samenwerkt met T-Mobile en gebruik kan maken van duizenden opstelpunten in Nederland. Nou, het zou er sneller moeten gaan. Marijn van deze hele slag die daar <laughs> die nog een ja. keer geslagen wordt, want het was een tijdje redelijk rustig op die markt. Wat, gaan, wat gaat de consument er nu nog voor merken? Nou, als Tele 2 in december echt vol op de aanval gaat zetten. Dus echt. Uh, goedkopere abonnementen gaan bieden, meer data voor je geld. Ja, dan kan het nog best wel een leuk jaar worden, 2016 en 2017. Want dan moeten Vodafone en KPME. Laat tele uh, 2 het afweten. Ja, dan blijven we zitten in de situatie die we nu hebben. Rijn nog, dankjewel.